Ik ben hier bij een stel meiden en die hebben al gedouwtrapt. Hoe was dat? Leuk. Ja, waar zijn jullie geweest? Hengelo. In Hengelo. En ook helemaal teruggefietst? Ja. Zo. En geen zadelpijn? Nee. Nee, valt dat wel mee? Ja. Fiets je veel? Valt wel mee. Ja, maar heb je dat speciaal omdat het Hemelvaartsdag is gedaan? Ja. Nee, ik denk het niet. Als er ruimte is op een terras, dan drinken we een kopje koffie. Maar voor de rest, het is druilerig weer en alles is dicht. Dus, Nou, tot nu toe scheen de zon nog. Oh. Keek je aan de verkeerde kant of zo? Ik denk het. We gaan een beetje wandelen en wat fietsen. Een beetje over de boer en zo. Dat nemen we de picknicktas mee. En ja, zo vermaken we ons wel. En weet je wat ze hier op de markt ook hebben? Een suikerspin. Suikerspin? Ja, en die krijg je dan. Misschien kan jij er ook wel eentje vragen aan papa. Ga je dat doen? Ja. Ja? En zoals douwtrappen. Zit dat er ook niet in? Ja, dat hebben we gisteren gedaan. Al een dag van tevoren begonnen? Ja, zeker. En dan vandaag maar niet? Nee, vandaag niet. Nee. Vandaag lekker rustig aan. Lekker rustig aan. Is het anders dan andere jaren voor jullie? Nou, niet echt. We zijn een nachtje weg geweest en nu gewoon lekker een dagje vrij. En dan gaan jullie er vanmiddag lekker van genieten op het terras. Precies, in het zonnetje gaat het wel lukken, denk ik. En mag ik nog een vraag stellen? Weten jullie wat hemelvaart eigenlijk betekent? Ja, ja nee, wij zijn zelf gelovig. En hemelvaart is dat de Heer Jezus teruggaat naar de hemel. Wat de naam ook wel zegt, hè, hemelvaart. En wat ga jij vandaag voor speciaals doen met hemelvaart? Ik ga naar mijn opa en oma fietsen. Het is eigenlijk 25 kilometer. Het stuk ben je net begonnen. Al wel een stukje gefietst. Maar je moet ook nog een stukje. Ja. Nou weet je wat ze hier in Almelo ook hebben? Suikerspinnen en popcorn. Ja, die worden, daar mag ik niet zo hard op zeggen, maar die worden gratis aangeboden. Ik ga even lekker met mijn gezinnetje en mijn schoonmoeder op pad. Ja, dankjewel. Veel plezier. En een heel gezellig van een kwartier staat te kletsen met z'n tweeën. Die mevrouw is ook naar de markt geweest en die zegt van ja, er staat het haast niks. En er zijn ook heel veel winkels dicht. Had ik helemaal niet verwacht. Wat ga jij van speciaals doen vandaag? Nou, wij hebben vandaag suikerfeest. Een suikerfeest? Ja, dus daarom gaan wij gewoon vandaag eventjes in Almelo rondkijken. Juist, en ga je dan allemaal suikerdingetjes eten? Ja, wel gewoon lekker snoepen zo. Oh, lekker snoepen. Ja, dat is altijd lekker. Weet je dat je hier in Almelo ook een suikerspin kan krijgen? Oh. Op de markt, gratis. Dan moet je er zo even langs lopen. Ja. Vind je vast heel lekker, hè? Ja. Ja. Nou ja, we hoeven niet meer te fietsen. Dat deden we vroeger altijd, hè? Dan gingen we heel erg fietsen. En hoe vult u de dag nu in dan? Nou, we gaan lopen. En dan smiddag altijd even rusten. Nou, en dan gaan we lekker eten. Ik heb lekker asperges gehaald, dus daar maken we een aspergesdag van. Maak u er een aspergedag van? Dat is ook lekker. Ja, daarom. Wel iets bijzonders. Dat vind ik wel leuk voor zo'n dag. Ja, wat hebben jullie vandaag voor feest? Eigenlijk, we hebben eerst Ramadan en na Ramadan we hebben het suikerfeest. Juist. Dus feestje vieren en zo, een beetje wandelen. Ja, gezellig met vrienden en zo. Ja, dus nu mogen jullie ook weer lekker overdag de hele dag eten. Precies. Aha. Dat is ook lekker eten, ook gekookt thuis. Dus, ja, en baklava heb ik gehoord. Baklava, ja, bij Turks mensen meestal. Maar ja, jij komt niet uit Turkije? Nee, ik kom uit Syrië eigenlijk. We hebben een speurtocht van Hightech Twente. Zo, een speurtocht van Hightech Twente. Ja, zeker. Dat klinkt wel heel bijzonder. Ja, is ook heel bijzonder. We moeten ons zo even melden bij het theaterhotel en dan kunnen we beginnen. En heb... Ja? Mag ik... Maar wat houdt het in dan? Ja, we moeten een paar technische spelletjes doen en een leuke speurtocht dus, voor de kinderen. En dan ga je de stad door of moet ik dat zien? Ja, inderdaad. Een stuk door de stad en we wachten het eigenlijk wel af wat er gaat gebeuren. Maar zo te zien hebben de kinderen er wel zin in. Precies. Leuk. Zeggen jullie nog een keer allemaal, ho, ja! Eén keer. Ja! We gaan dadelijk even lekker het terrasje pakken, lekker lunchen en dan vanmiddag nog een borrel pakken, denk ik, ergens. Met vrienden en dat was het. En is het een andere dag dan andere jaren of is die wel hetzelfde? Ja, ik vind voor ons wel, maar voor de jonge lui niet. Nee, ik vind die moeten er eigen uit kunnen leven. Een beetje zerre kont, een beetje verzuurde benen, maar dat toch was heel mooi moet ik zeggen. We zijn Hengelo,
Delden zijn we geweest, Borne ook nog. Ja, hele tocht gemaakt, moet ik zeggen. Zijn jullie daar vanmorgen al helemaal geweest? Ja, ja, ja. We waren een beetje laat vertrokken. Half 7 ongeveer waren we op de fiets gestapt. En, Half 7? Ja, dat is ook al een beetje laat. Was er nog wel dauw dan? Nou ja, wij komen uit Wieden en er was een klein beetje dauw nog in Zuidbroek. Mooie tocht. Mooie tocht en veel lol gehad. Ja, heel veel lol. Lekker muziekje, lekker pilsje, lekker. En hoe gaat het toch nu verder? Nou, gaan wij onderweg naar Wieden. Oh, nog ga je weer naar Wieden. Ja, en dan ga ik even lekker slapen, denk ik, hoor. Ja. Heel verstandig, jongens.